Hey kijkers van mijn kanaal, ik ben Sam en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Trollen op Habbo Hotel. En we bleven bij onze RPG dinges. En ik ben benieuwd of het er nu nog steeds is, ja vast wel, maar of er nog steeds best wel druk is. Gaan we even opzoeken. High school RPG. Oké. Nee. Oké, dit is dus nu niet. Dan ga ik even mijn status zo veranderen. Hoppakee. Hoef ik niet. Verlaten we. En ik ben heel benieuwd, want daarnet is hier nog. Oh nee, wacht. Laten we het zo doen. Ik kan mezelf klikken. Dus dat doe je zo. Oh nee, niet. Ik kan zo doen en dan ga ik even kijken of ze erbij staat. Er zit een legend. Legend. Benet. Speelt ze het nog? Zit er... Oh, kijk eens hoe goed ze er weer eens uitziet hoor. Leren Jack. En dan Bila Chowky. Heeft ingebroken sleutelbeen. Oké. Dat is niet zo mooi dat je dat hebt. Oh mijn god. Ministerie van Defensie. Gaan we daar werken, dames en heren? Willen jullie eigenlijk dat werken zoeken of niet? Het lijkt een beetje op het leger. Wist al vroeger had je altijd leger. Het leger op Habbo Hotel. Ja, ik weet niet wat er allemaal te doen is. Ja. Ik kan hier dus echt niet werken, hè? Deze mensen spreken mij gewoon niet aan. Rosita haar eilandhuis. Nou, leuk voor haar. Mario Party gaan we doen. Ik ken dit nog wel van vroeger, volgens mij. Mario Party, toen had je dat ook, soort van. En dat was best wel leuk, zover ik me kan herinneren. Dus gaan we ook doen, maar ik zie dat er best wel een lange wachtrij is. Dus ik weet niet of we het nog kunnen halen. Ik weet wel dat het heel leuk is en ik wil het eigenlijk echt heel graag doen. Wauw, hij zegt dat hij Jezus is. Long hair, don't care. Jesus. Hallo. Kid, Bossink, I'm not your type. Oké, logisch. Ik dacht ook deze had veranderd, maar nee dus. Nou, doen we het lekker zo. Oké. Kom op, even doorgaan jongens. Gaan we naar de winter. Kinderen maken grappen over hoesten. Begrijp ik niet. Kom maar, Roy. Slimme naam, hè. Kom maar, Roy. Pink Floyd. See you on the dark side of the moon. Logisch. Gitaristen. Bijstandsmoeder. Wauw. Dat is echt zo'n naam, jongen. Bijstandsmoeder. Doe normaal. Dat is wel een beetje een erge naam. Oh, sushi vind ik wel lekker. Kom op jongens, ik wil spelen. En wie is hij? Sparta jeugdopleiding. Ja, doei. Daar zit hij niet. Doei, hij is geen 18 plus. Doei, je zit... Dit begrijp ik niet. Je zit in een jeugdopleiding, maar je bent 18 plus. Iemand vertel mij daar de logica van. Dan zit je niet meer in een jeugdopleiding hoor. Volgens mij. Oh, MMG. Ze zitten met 5 mensen in level 9. Schiet eens op, jongen. Ik heb geen dream. Nou, dit gaan we gewoon niet doen. Ik vind dan wel echt onze tijd verneuken hieraan. Misschien volgende aflevering. We gaan naar het ziekenhuis gaan we echt elke aflevering heen. Verkleedspel, leuk. Vind ik altijd wel... Wat verdikken me. Schiet op. Ik wil ook. Ik moet... Van... Mijn moeder... Bijna weer naar school. Dus gaan. Dit duurt me te lang, ik meen het echt. En ik heb mijn badge. Voor het bezoeken van 100 kamers. Oh kijk, dat is best wel heel wat, vind ik. Stoelendans. Kan ik hier nog aan meedoen? Oh, 2 mensen nog uit. Oh, kut. Hoe moet ik hierin?
Zijn jullie de mensen hier? Oh man. Hoe kom ik daarin? Please, laat me meedoen. Alsjeblieft. Oh. Lekker janken. Aardig, aardig. Ik bedoel, wie jankt er nou niet? Oké. Okay. Kom op. Lopen. Ja, zij heeft gewonnen. Ja, dat zie je toch. 2 credit winst. Oh mijn god, hey, ik kan meedoen. Ik kan echt meedoen. Hé, hey, kijk, hij werkt bij PA. Volgens mij een beetje een hoger rang. Ik suikerspin. Doe even normaal, man. Voor het geven. Wow, ze geven wel cadeaus. Misschien wil ze mij ook eentje geven. 5 bros, 1 look. Logisch, hé. Hey. Oké, okay, kom op. Ik wil meedoen. Oké, okay, dit is echt ruzie in de chat. Ga lekker bij je moeder huilen of zo. Oh, kip. Nee, rot op. Doe mee. Snel, snel, snel. Ik wil meedoen. Ik wil meedoen. Ja, ik doe mee. Oh, godsamme. Dit wordt leuk, jongens. Even mijn camera omhoog. Zo. Oké. Okay. Laten we... het spelen. Laten we winnen. En laten we die baby even ownen. We gaan winnen, jongens. Ik weet het zeker bijna. Nou, eigenlijk niet. Dikke swag hero, Anna. Anna. Oh shit. Anna, hou je bek. Kom vechten. Kom vechten, Anna. Hè? Beetje stoelen tegen mij. What the fuck? Ik sla je helemaal tot moes. Oh, oh, wat denk jij? Jong Ajax nummer 6, wat... Kom je aan mijn Anna? Zo, iedereen tegen mij, hè? Wat nou? Nee! Ik ben 11, joh! Ik ben 11! Ik ben 11. Dus. Nee, eigenlijk ik ben net echt 16. Maar. Ik ben 13. Kleuter. Kleuter. Je moeder. Oh, nu gaan we hard eraan toe, dames en heren. Hé. Hey, stoer. Oh, maar hou je bek, jongen. Ik sla je helemaal kapot. We hebben een elfje in onze midden. Stoere jongen is hij, joh. Wat gaat hij nu zeggen? Die Timmy is gek. Ben ik gek? Ik ben gek volgens hem. Inderdaad, ik ook. Hey, vriendenverzoek, als je ook gek bent. Ik ben ook gek. Heeft hij hem geaccepteerd? Nee, kip. Oh nee, hij loopt voor me weg. Wat een lul. Gaan we nog beginnen of wat? Ik wens jullie welkom. Zijn er mensen die willen dealen? Ik wil dealen. Nee, ik. Ik wil dealen. Laat mij dealen. Ik wil dealer worden. Oh, wat kost het? Wat ben ik hun? Ik kan niks betalen. Kirk Barry Bolt. Lol, drillmuziek. En uit een nieuw jaartje is hand. Lekker voor hem. Oké. Okay. Ik denk dat ik de aflevering maar weer eens ga stoppen, dames en heren. Want dit schiet niet op. Oké. Okay. We gaan onze eigen kamer, daar eindig ik hem. Dames en heren, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Vonden jullie hem nou leuk? Beloon dan alsjeblieft met een blauw duimpje en klik op abonneren. Het spijt me, deze aflevering is een stuk saaier waarschijnlijk dan normaal. Dan ja, de alle andere trollenbabbo hotels. Ik bedoel, er gebeurt gewoon niet veel. Vind ik heel jammer. Maar misschien de volgende aflevering weer. Dus tot dan. Doei.